Daar ben ik weer met een nieuwe vlog. En deze keer ga ik het een beetje anders doen. Want ik heb het al neergelegd, de spullen. Vandaar dat ik het in mijn hand ga houden en jullie ga wijzen. Like ik kan, abonneer ik kan. En laten we dan beginnen bij de action. Ik heb bij de action deze kleed gekocht. En die heb ik gewoon bovenop de salontafel gelegd. En de kleed, even kijken hoeveel die was. De kleed was voor €5,95. En hoe heet het? De Macrame vloerkleed. Het is een vloerkleed, maar ik gebruik het als een tafelkleed. Daar is de andere kat, Nana. En deze kattenkrapmat heb ik ook voor Rani gekocht, maar ik heb er ook eentje voor Nena gekocht. Nena luistert heel goed naar haar naam, hè Nena? 299. En Nena is gewoon een lieverd, want die laat zich gewoon lekker aaien en knuffelen. En die blijft gewoon zitten. Ja, jij vindt het lekker, hè? Jij vindt het lekker, hè? Ja, ja. Dan ben je ook weer in beeld. We zijn gebleven bij de deurmat. Deurmat, voor mij nou keukenmat. Kitchen staat erop en allemaal tools van de keuken. En die was voor €3,49. Dan heb ik ook nog de kokosdeurmat met goodbye aan deze kant en hello aan de andere kant. Yep. En die was voor €3,49. En zoals jullie zagen ben ik al bezig met de salt lamp. Zo ziet hij eruit. Hij komt met, even kijken, deze stuk. En die moet je dus, als het goed is, hierin fixen. Dat gaan we doen. En dan kom ik straks bij jullie terug. Nou jongens, dit is een paar dagen later. Maar ik dacht, ik moet het toch online zetten. Anders komt er niks van terecht. Rani, hij is van de beeldtag. Ik heb heel veel dingen gebruikt van de action. Ik heb een pedaal, niet pedaal. Ik heb een wasmand gekocht. Ik heb een prullenbak gekocht. Ik heb luchtverfrissers gekocht. Ik heb, even kijken wat nog meer. Wat was er nog meer? Deo spray voor de jongens gekocht. Ik heb nog meer huishoudelijke spullen voor de jongens gekocht. Dus die ga ik niet wijzen. Ik ga de leuke dingen wijzen wat ik, nou ja, leuk, voor mezelf heb gekocht. Nou zeg, is dit nou? Wacht even hoor. Dus die ga ik er maar even opzetten. Wat voor mij is, dan weten jullie. Hiervoor heb ik ook een paar spullen random gekocht. Ik zal er nog opzetten en dan zal ik jullie nog wijzen, had ik een ventilator gekocht, zo'n wireless. Die was nu afgeprijsd €11,98. En zo'n koeling voor 6 nog wat, ook afgeprijsd. En nog zo'n zoutlamp. Wat ik zei, heb ik ook gekocht voor €6 nog wat. Maar dat zal ik jullie aan het eind van de action vlog wijzen, want die heb ik namelijk al uitgestald. Maar goed, ik heb nog penlight batterijen gekocht, de AAA
een dubbel A voor 1,98. Hangers nodig, want ja, er komt een noppes, grote noppeshol. Dus 10 stuks, zal wel te weinig zijn, maar goed. En die was voor... Ik zie geen bon, 2 nog wat uit het hoofd. Dan zag ik nog 2 mooie agenda's. En eentje ervan is deze. Ik vind de teksten wat ertussenin zitten, vind ik gewoon heel mooi. En deze is meer mintgroen. Do what you want, do what you love and you'll never work. Dat is waar. En bijvoorbeeld dit. Maar echt, er staat geen jaartal op, dus je kan het gewoon voor elk jaar gebruiken. Dat is lekker handig. Dan heb ik ook in het zwart, want dit roze had ik al. Dat hebben jullie in een van de vlogs kunnen zien. De zwarte vond ik ook mooi. Welcome to the jungle. Een giraf. Just a girl boss building her empire. En net wat ik zeg, er staat geen jaartal op, dus je kan het elke jaar gebruiken. Gewoon eventjes een stay focus. Dus. En ze waren goedkoop, ze waren maar voor €2,39. Oké, de jaarstal staat hier, klopt. Maar binnenin niet, dus je kan hem altijd gebruiken. Dan heb ik ook deze 2 hairsprays gekocht. Even kijken of daarvan op de bon staat. Nee. Bij de 1 nog wat. Ik weet het niet uit het hoofd hoor. Dit is een Glossy Shine hairspray. En het is makkelijk uit te kammen. Dus deze. En deze is een Glam Ponytail. Zoals jullie weten heb ik heel vaak mijn haren vast. Het plakt niet. Makkelijk uitkambaar. Dus, waarom niet? Dan wijs ik nog wat ik net zei. De fans en de zoutlamp. Maar dat zullen jullie zien in een andere outfit, in een andere tijd. En dan zien jullie me weer in deze tijd. Want die heb ik ook al opgenomen, maar die moet ik dus hierbij plakken. Dus dat komt eerst. Nou, zoals ik hiervoor al zei, zal dit wel in een andere dag zijn opgenomen. Dus een andere outfit. Maar ik zou jullie nog wijzen de ventilators. Het was deze staande ventilator, is wireless. Je kan hem op een staanmodel, je kan hem op een tafelmodel en op een hangmodel zetten. Die was nu afgeprijsd, wat ik zei, €11,99. Dan deze kleine koeling met een USB. Water gaat in de reservoir. Dus een kleine airco. En die was ook afgeprijsd, wat ik zei, €6,99 of zoiets. Wat had ik nog meer? Nou, dat was hem eigenlijk, die 2. Ja, dan zullen jullie nu weer terugzien in de vlog die ik hiervoor eigenlijk had opgenomen. Maar deze 2 dingen zaten er niet bij vandaag. En dan ben ik weer terug. Dezelfde dag, maar de andere niet. Die was daarvoor. Deze cadeautasje bij Jumbo. En het is eigenlijk voor You Did It. Voor het geslaagd. De vrouwtje en de mannetje. Maar ik vind het gewoon, de verpakking vind ik gewoon heel leuk. Als achtergrond of zo. Dus. En voor 99 cent. Tenminste onder de euro. Dat weet ik zeker.
Dus die is als decoratie. Ja. Dan gaan we verder met kruidvat. Bij kruidvat heb ik een paar kleine spulletjes gekocht. Als eerste deze raamwisser met spuitfles voor 3,99. En dat is lekker handig, want hoef je niet 3-4 dingen tegelijk apart te doen, dan kan je het in één keer tegelijk doen. Je vult hem met water, je spuit erop, je wast erop, je maakt het droog. Hoe handig, hoe slim. Dan ook deze, kan wel niet anders, Leipard print oplader voor 3,99. Je kan er nooit genoeg van hebben. Dan, de parasol is weggevlogen. Iemand heeft hem meegenomen met de stormtijd. Dus ik heb geen parasol meer. Maar ik ga er wel weer eentje halen. Dus deze tuinparasol hoes voor 3,99. Wel jammer. Maar ja, het moest zo zijn. Dus dan heb ik voor 3,99 twee van de Zwitser Originals gebruikt. En jongens, ik ben er gek op, elke ochtend standaard gebruik ik ze. Maar 3,99 per stuk, 2 en 2 gratis. Ik had ze niet meer. Andere heb ik wel, maar die had ik niet meer. En dan als laatste een chocoladewit uitproberen voor 89 cent. Dan gaan we met één product van Zeeman verder. En dat vond ik wel mooi. Dit was maar 1,29. En dat is deze bloemetjes haarband. En ik heb van die babyhaartjes die een beetje overal vliegen. En toen dacht ik, waarom niet een haarband gebruiken die het op zijn plaats zal houden. Nou, staat nog mooi ook. Toch? Toppie. Dan heb ik twee tassen gekocht bij een winkeltje hier in de buurt. En die hebben altijd van die mooie tassen. En aparte tassen. Waar ik dus die fanny bag had gekocht, dat roze, wat jullie in een van mijn hebben gezien, vlogs. Gebruik ik elke dag standaard. Daar heb ik ook deze twee tassen. Oké, even kijken hoe die heet hoor. Ik kom niet op de naam van die winkel. Staat het nergens op? Oh. Nee, jammer. Nee. Kom ik nog op? Of willen jullie het weten? Dan hoor ik het. En dan zoek ik het alsnog op. En deze tas. Dit is de handvat ervan. En dit is de grote draagtas ervan. En de details zijn ook allemaal mooi met zo'n drukknop. Er staat niet veel in, maar genoeg. Toch? En het was voor 30, maar afgeprijsd voor 15 euro. Dus alles gaat weer open. We gaan weer lekker shaken. Komt van te pas. En dan komt mijn telefoon. Deze telefoontasje, hij is echt leder, 24,95.
En de opening zit hem in de angel van de bij. Als je die dus omhoog doet, kan die eraf. En dan kan je je telefoon erin zetten. Hoe handig. Dus telefoon bij de hand, altijd. Nou, dat gezegd hebben, was dat alle aankopen, want dit ga ik dan online zetten. En de noppes, de kringloopwinkels allemaal, de spulletjes die ik daar heb gekocht en de kleding, daar maak ik een aparte vlog van. En de winactie maak ik ook een aparte vlog van, dus er komt nog veel meer. Dat gezegd hebben, take care.